Goedendag en welkom bij de stikstofwebinar KDW uit de wet van LTO. Ik zit hier met Bert Zandman, portefeuillehouder Platteland en Omgeving, Herman Litjes en Hans Haarsma, twee collega's van LTO. Ik ben Sander van Diepen, lobbyist van LTO en ik neem u vandaag mee in deze webinar. Bert, 2019, toen zei de Raad van State de stikstofaanpak van Nederland, die deugt niet. We zijn nu bijna 5 jaar verder. Zijn we echt verder gekomen en hoe kijk jij er momenteel naar? Nou, ik denk dat het nog steeds erg zorgelijk is. Maar we zijn eindelijk een stap opgeschoten, want alles zit gewoon op dit moment on hold. De vergunningverlening die zit gewoon hartstikke vast. Dus daar moeten we eigenlijk voor de toekomstige agrarische sector zorgen dat we zo snel mogelijk hier wel mee aan de gang gaan. Dat we daar weer ruimte voor creëren en dat de mensen weer kunnen ondernemen, de bedrijven kunnen aanpassen. En dat ze ook toekomst hebben hier in Nederland. Ja, want als we nu kijken naar de huidige wetgeving zoals die nu er staat, waarbinnen de stikstofaanpak wordt vormgegeven, waar lopen boeren dan echt tegenaan? Nou ja, op dit moment lopen we tegenaan dat wij vastlopen met die KDW. En als we die uit de wet halen en we gaan daar anders mee gaan sturen, dat we ruimte krijgen voor die legalisatie van die pasmelders. En dat we ruimte krijgen voor de vergunningverleningen. Dat wij gewoon weer de boer weer aan het stuur komen en dat wij weer kunnen ondernemen. Maar ook de bedrijven kunnen aanpassen. En we kunnen op dit moment eigenlijk niets. Helder. De KDW, de kritische depositie, waren dus uit de wet. Herman, zou jij kunnen toelichten hoe LTO er tegenaan kijkt? Wat het alternatief is dat we willen bieden? Ja, als eerste, waarom willen we af van die KDW? Nou, omdat die KDW, die kritische depositiewaarde, dat is een bewegend doel. En in feite kun je ons als sector alleen maar afrekenen op die missies die wij zelf bijdragen. En daar kunnen we ook op sturen. Als je naar de KDW kijkt, dan zijn we afhankelijk van diverse factoren. Je ziet, de afgelopen jaar zijn de KDW's aangepast, zijn een aantal strenger geworden. Model is aangepast, wat ook weer nieuwe inzichten oplevert. En we zijn ook afhankelijk van bijdragen uit het buitenland en ook van andere sectoren. Nou, en dan zie je dat de opgave steeds kan verschuiven en dat die in sommige gevallen groter kan worden, of in de meeste gevallen, en soms ook kleiner. Dus ja, dat kunnen we niet op sturen. Je moet eigenlijk sturen waarop je zelf verantwoordelijk bent. En ja, daarom zou je veel meer op emissie moeten sturen in plaats van op depositie. Hans, als ik dan kijk, hoe zouden we die omslag moeten maken van depositiebeleid naar emissiebeleid? Allereerst is het belangrijk dat wij inzicht hebben in van wat is nu feitelijk de depositie in de natuurgebieden. De depositie is dus dat wat aan stikstof neerkomt in de natuurgebieden. En daarvoor is het nodig dat wij enerzijds kennis hebben van de natte depositie. Nou, dat komt met regen, komt naar beneden. En aan de andere kant de droge depositie. Dat laatste, daar zijn veel vraagtekens over. Daar kennen we eigenlijk nog niet de data goed van. En daar is weliswaar ook onderzoek naar gedaan, onder andere ook de RIVM. En dat is gepresenteerd afgelopen jaar in 2023. Dat is onderzoek uit 2018 en dat is gedaan in Zolleveld. En er is onderzoek gedaan door de Universiteit van Amsterdam. De Universiteit van Amsterdam heeft laten zien van dat de emissies eigenlijk na zo'n 300 tot 500 meter niet meer zijn terug te vinden. Oftewel dat het daarbinnen ergens nog wel te doen is, maar daarna niet meer. Dan wordt het opgenomen in de grote concentratiedeken die over Nederland ligt. Maar we weten niet van wat er nou feitelijk vanuit die concentratiedeken in de natuurgebieden terechtkomt. Nou, dat is stap 1 die we moeten zetten. En er ontbreekt nog veel kennis als het gaat om van oké, hoe zijn nou daadwerkelijk die processen in de bodem? In de bodem waar stikstof neerslaat, van wat gebeurt daar nou precies? En in hoeverre is dat nadelig voor de natuur? Nou, daarvoor is er meer onderzoek nodig voor depositiebeleid, het droge depositiebeleid, en anderzijds meer onderzoek voor bodemmonsters. Daar beginnen we mee. Mag ik er misschien een kleine aanvulling op geven? Bij dat onderzoek in het Zolleveld kwam het erop neer dat de droge depositie in de praktijk 2,4 maal lager was dan door het RIVM aan de voorkant was ingeschat. Dus dat is ontzettend veel. Zeker als je weet dat de droge depositie ongeveer 2/3 van de totale depositie is. Ja. Ja, en als ik het dan goed begrijp, er is dan nog zoveel bekend over wat er precies gebeurt daar in het natuurgebied met de verschillende typen van neerslag van stikstof. Zou je kunnen zeggen, juist daarom moeten we om naar kijken wat er op het bedrijf gebeurt. Omdat je een boer dan
veel meer zekerheid geeft over wat die wel of niet invloed op heeft, in plaats van wat er verderop gebeurt en waar je geen invloed op hebt. Dat is correct. Ja. Bert, heb jij er misschien een reactie? Ja, wij kunnen qua technieken, wij kunnen heel veel. En als je kunt sturen met je eigen bedrijf, met degene wat je uitstoot, ja, dan ben je daar veel anders mee aan de gang. En daar zitten gewoon heel veel kansen. En die moet je gewoon aangrijpen. Dat moet je gewoon oppakken met elkaar. Ja, de KDW die gaat dus heel erg uit van de staat van de standhouding van de natuur. Waarom is dat niet een goed eikpunt om het stikstofbeleid op te focussen? Dat is, nou, kijk, er is een hele discussie of je nu moet uitgaan van staat van instandhouding of KDW of zoals wij dan zeggen emissiebeleid. Nou, ik denk dat het goed om een onderscheid te maken in twee dingen. En de eerste is, zeg maar, de vogel- en habitatrichtlijn kent twee belangrijke begrippen. De eerste plaats is het verslechteringsverbod. Het mag niet slechter gaan met de natuur. En tweede, er moet een goede staat van instandhouding komen. Nou, dat eerste, dat moeten we nu al aan voldoen, die goede staat van instandhouding. Daar staat geen einddatum op. Daar zijn wel wat voorstellen voor, maar er is geen einddatum voor. Als je naar de staat van de standhouding wilt, zoals sommige partijen willen, dan moet je kijken hoe het met de natuur gaat. En als we dan kijken hoe bijvoorbeeld de ecologische autoriteit daarmee omgaat, dan kijken ze hoe gaat het met stikstof, hoe gaat het met de typische soorten, hoe gaat het met de abiotiek, hoe gaat het met water. Nou, en als je dat dan heel strikt toe zou passen, zoals ze dat nu in veel gevallen doen, en de voorzorgsbeginsel strikt toepast, als je dan op een van de vier een negatief punt scoort, of zelfs dat het onbekend is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je dan ook niet kunt ontwikkelen. En misschien nog wel belangrijker is dat je als boer eigenlijk helemaal niet op die staat van de standhouding kunt focussen of erop sturen, want die heb je helemaal geen grip op. Dus voor ons uit is gezien, ja, waar hebben wij een bijdrage aan? En dat is op het gebied van stikstofemissies op ons eigen bedrijf, en daar kunnen we wat aan doen. En de rest is voor ons veel minder beïnvloedbaar. Ja, je zou kunnen zeggen dan dat je in plaats van één doel geeft meestal vier doelen voor een natuurgebied om je aan te houden. Ja, wat Herman zegt, hè, van KDW, daar kunnen we als boer niet op sturen. Want wij hebben niet direct vat op de depositiewaarde die in die natuur geldt. Waar we wel op kunnen sturen is onze eigen emissies. En als je straks geconfronteerd wordt met de staat van instandhouding, dan krijg je een wereld aan nieuwe KDW's op je erf. En daar kun je ook niet op sturen. En dat moeten we niet willen. Ja, ja, de omslag dus van de KDW naar emissiereductiedoelen. Waarom wil LTO dit? Nou, allereerst is het nodig van dat je een geborgde emissiereductie kunt bewerkstelligen. Waarom? Om daarmee de pasmelders ook de vrijheid te geven. Dat zij gelegaliseerd kunnen worden. Weliswaar is het zo van dat we het liefste hebben dat pasmelders een vergunning krijgen. Maar als we het mogelijk maken dat er een drempelwaarde komt, waarmee de pasmelders, zeg maar, sowieso aan gaan voldoen, dan zijn zij ook in ieder geval weer vrij om ook ontwikkelingen en verduurzamingen op hun eigen bedrijf door te voeren. Dat is één. En twee, als je een emissiereductie kan bewerkstelligen, dan is het ook belangrijk dat je weer als bedrijf sowieso investeringen kunt doen. Nou, die geborgde emissiereductie, dat is een emissiereductie die we in de toekomst moeten veiligstellen. En we denken dan ook dat, onder andere op basis van de uitspraken die ook de rechter heeft gedaan in het kader van Porters, dat je daadwerkelijk moet laten zien van oké, als sector bereid je een daadwerkelijke vermindering van de totale emissie. Dat lukt je om dat voor elkaar te krijgen. Dan is het nodig ook dat je komt met een geborgde emissiereductie. Als ik hem ook dan goed terugpak, 5 jaar geleden, toen zei de rechter, de Nederlandse staat heeft een soort van toezeggingen gedaan, we gaan reduceren, maar deed dat niet. Met Portos is wel laten zien dat die emissies echt werden gereduceerd. En dat vond de rechter dan wel een goede stap. Nou,
Pochters. Flesje nog heel. Ja, dat is iets te makkelijk misschien. Maar Pochters heeft in ieder geval wel. En dat volgt ook uit andere uitspraken. Dat de rechter steeds zegt. Ja, je moet in ieder geval wel je best en je inspanning doen. Om zeg maar de natuur te verbeteren. En hoe ver dat moet gaan. Ja, dat hangt dan precies van de casuïstiek af. Maar ik denk dat het nog een belangrijk argument is. Hè. We willen ook een drempelwaarde. We hadden het eerder over dat onderzoek van de UvA van de Universiteit van Amsterdam. Daaruit bleek dat na een paar honderd meter je de emissies van dat bepaald bedrijf niet terug kon vinden in de natuur. Ja, dan is het logisch om zeg maar een drempelwaarde te hanteren. En zeg maar wat verder weg van die gebieden of heel veel andere activiteiten, niet alleen voor landbouw, maar ook voor zoals bouwen, daar geen vergunning meer te vragen, zodat dat een stuk makkelijker kan. Maar je kunt dat eigenlijk alleen maar borgen. En dan kom ik weer terug op dat verslechteringsverbod. Als je ervoor zorgt dat nergens, op geen enkele plek, het kan stijgen. Want dat mag niet, want dan overtreed je het verslechteringsverbod. En daarom heb je dus die emissiereductie nodig. Ja. En zo'n drempelwaarde, ik hoor wel eens in de politiek dat ze zeggen, we willen een drempelwaarde van 1 mol. Maar misschien wil je wel veel meer, een hogere drempelwaarde. Waar denken jullie aan? Nou, 1 mol zou kunnen, het zou ook een ander kunnen zijn. Maar ik denk dat je wel moet kijken, wat ik straks zei. Als je een hele hoge drempelwaarde kiest, ja, dat betekent eigenlijk dat je verdergaande emissiereductie moet plegen om zeg maar overal te zorgen dat je niet omhoog gaat. Want je moet in dit geval van het worst case scenario uitgaan. Kies je een wat lagere drempelwaarde, dan hoef je misschien minder te reduceren. Dus ik denk dat het een goede afweging van die twee zaken zou moeten zijn. Ja, dat hebben we nu niet uitontwikkeld, maar daar zouden we dan goed over na moeten denken met verschillende scenario's. Ja, goed. Ja, op dit scenario is tegelijkertijd ook wel kritiek ontstaan. We zagen vorige week ook een video langskomen van Agractie. Er is wat kritiek op gekomen. Bert, hoe kijk jij tegen deze kritiek aan? Nou, in eerste instantie vonden we hem zeer frustrerend. Omdat je met elkaar toch wat dingen hebt doorgeakkerd. In de lijn zo je hem zelf graag wilde zien. En dat was in ons een goede lijn. Dus als je dit dan hoort, dan wij vinden het gewoon niet goed dat je dingen gaat vertellen achter onze rug om. Maar zo is het ook een beetje gebeurd. En de overheid die vindt het alleen maar prachtig dat dit zo gebeurt. Wij zeggen gewoon als agrariërs en als belangenbehartiger uit één mond praten, uit één mond spreken, met één geluid. Dat geeft je gewoon kracht en niet uit verschillende monden. Dan koppen bij elkaar steken en zorgen dat je het één geluid weer naar voren brengt. Allerbelangrijkste. En Hans, de kritiek die er geleverd werd, sloeg dat, was dat terechte kritiek? Of kijk je er anders tegenaan? Nee, ik denk niet dat het terechte kritiek is. Want wat wij dus voorstellen is geborgde emissiebeleid. En met dat geborgde emissiebeleid, daarmee zet je de deur open voor een perspectiefvol toekomst voor de boer. En met een scenario waarbij je gaat sturen op de staat van instandhouding, dat hebben we net behandeld, daarmee haal je eigenlijk nieuwe KDW-ZRF op. En daarmee maak je de onzekerheid voor de boer nog even groot, of misschien wel groter dan die nu al is. En dus, wij denken van één, dat geborgde emissiebeleid, dat is nodig om enerzijds de pasmelders vrij te zetten, maar ook om de ontwikkeling voor de boer in de toekomst weer mogelijk te maken. Om daar het handelingsperspectief van de boer weer mogelijk te maken met goede vergunningen. Ja, we gaan daar ook de hand in eigen boezem steken door zelf ook emissiereductie te bewerkstelligen. Maar dat is gewoon de boer. De boer die gaat sowieso altijd aan de slag met regels die gelden voor die volgen vanuit de wet. Maar dan wel op basis van redelijke gronden. En die redelijke gronden die mogen blijken onder andere uit van oké, wat is nodig om in de natuur aan droge depositie tegen te gaan. En daar moeten we eerst het nodige van weten. Dat is in ieder geval belangrijk. Ja, de hele onrust en onzekerheid die moet eigenlijk op korte termijn gewoon verdwijnen. Dat de agrarisch weer zien dat er weer een toekomstperspectief is. En dat wij weer kunnen ondernemen. Dus eigenlijk weer dat we weer aan de stuur zitten met elkaar. En op dit moment die onmacht, dat is gewoon eigenlijk niet meer te doen zo langzamerhand. Dat duurt te lang. Ja. Dus duidelijkheid op korte termijn, in ieder geval, dat is voor iedereen alleen maar beter. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ook voor die jonge agrariërs die graag door willen. Dan is dit toch wel iets
Ja, wij vinden het echt zorgelijk. Herman? Ja, en ik denk dat wij natuurlijk niet zomaar akkoord gaan met elk emissiebeleid. Daar zullen we ook zeker voorwaarden aan stellen. Wat in ieder geval voor ons belangrijk is, dat de boer zelf aan het stuur moet komen. En dat die opgaves die boer dan krijgt ook integraal afgewogen moeten worden. Want naast stikstof hebben ze ook een opgave op klimaat, methaan, dierenwelzijn. Dus daar moet wel een goede afweging komen. Ja, wat is nou realistisch en wat is de lange termijn perspectief en waar kan die boer op investeren zodat hij ook vooruit kan. Nou, en het tweede wat belangrijk is, is dat die boer zoveel mogelijk zelf moet kunnen sturen of welke reductie hij wil realiseren. De een zal dat misschien wel veel in techniek sturen, de ander zal meer bij aanwendingen winst willen halen en de ander misschien wel bij managementmaatregelen. Dus daar willen we gewoon de maximale vrijheid voor die boeren voor zien te regelen. Ja, ik denk dat dit gelijk de afsluitende woorden zijn waarmee LTO de komende tijd op pad gaat met dit alternatieve voorstel, de KDW uit de wet. Om daarmee ervoor te zorgen dat de boer weer aan het roer komt en we doorgaan naar emissiebeleid. Dank u wel.